Komt goed. Ga het halen, jongen. Je gaat het halen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Giergasten. Ik ben Martijn. En ik ben Niels. En we staan hier vandaag naast een hele gezellige Limburger, Sam. Want jij hebt ons getweet, hè? Juist. Ik heb jullie getweet over... Ik wil graag inbreken bij Daydream Festival. Daydream Festival? Ja, dat gaan wij vandaag doen. We staan helemaal in België hiervoor. Yes. En je hebt een maatje meegenomen? Ja, Daan. Kom er maar bij. Yes. Dus het wordt iets lastiger, want we gaan naar binnen als EHBO'ers. Ja, we hebben EHBO-pakjes bij ons. Maar laten we eerst maar even kijken waar een beetje een zwak plekje is in de organisatie. Hè? Let's go. Ik denk dat ik al een idee heb. Laten we gewoon de hoofdingang doen. Ja, de hoofdingang is daar. Die is daar. Nou, dan gaan we daar naartoe. Weet je wat een beetje het probleem is? We lopen nu al in een soort van gangpad waar iedereen ons ziet. Dus het lijkt me niet heel verstandig om hier te gaan omkleden. Eerst even checken, maar waarschijnlijk wordt het daar omkleden. En dan brengen we jou deze hele... Ik denk oprecht dat dit ook de enige plek is waar je binnen kan komen. Ja. Oké, dit is de ingang dus. Hier gaan we het zo meteen proberen. Ik denk dat het verstandig is om even te kijken of we links aan moeten houden. We moeten eigenlijk zo'n soort crew ingang hebben. Ja, gewoon waar het minste mensen zijn. Ja. En ben jij gewoon de zieke. Wie gaat spotten nu? Wie gaat even kijken? Ik ga even kijken. Ga jij maar even kijken. Ja, je hebt hier dus links heb je een exclusive ingang. Daar staat niemand. Er staat één vrouwtje met een security. Ik vind dat wel risky, want dan heb je wel alle tijd om eventjes rustig alles te kunnen bekijken. Ik denk dat dit heel lastig gaat worden, jongens. Dit wordt lastig. Dit wordt heel lastig. Oké. Maar het is natuurlijk heel raar dat je voor de ingang al helemaal naar de kloten bent en dan wordt opgepakt de EHBO-broeders die je naar binnen moeten hebben. Ja, maar dat kan prima. Er zijn toch genoeg mensen die overdag al drinken en die helemaal naar de kloten naar zo'n festival gaan. Oké, nou laten we maar proberen. Maar, ja? Wel hier? Ja, laten we doen. Oké, dan gaan we weer even terug. We gaan ons daar omkleden. Nou, broeder. Omkleden. Yes. Ik weet niet of de EHBO-broeders hier in België hetzelfde eruit zien, maar daar komen we snel genoeg achter, denk ik. Ja, ik denk sowieso, als we voorbij de post komen, dan moeten we echt rennen, jongens. Laten we wel gewoon richting de EHBO-post. Ja, en dan rennen we weg. En dan, zeg maar, even zo'n schijnbewegingje en dan doei! Zit er eigenlijk in je tas, Nelis? Heel veel alcohol. Tada! Dat wordt allemaal verstopt. We gaan natuurlijk geen muntjes kopen, hè? Dat zou natuurlijk wel heel raar zijn. Oké, okay, let's go. Laten we gewoon nu beginnen met acteren. Met zijn arm om jou heen. Ja? En dan, jij maar je moet echt, ik moet echt moeite hebben om jou te dragen. Te lopen, nee, maar echt zo. Nee, echt gewoon alsof je niet kan lopen. Ja, harder. Hang maar vastbeet. Ja. Hang maar echt. Oké, dus waking. Doorlopen. Hangen. Oké, goed zo. Ja, ik heb hem. Komt goed. Ik ga het halen, jongen. Je gaat het halen. Rustig. Ja, hier doorheen. Ja? Oké. Ja, gaat dat? We moeten even naar door, jongens. Door. Door, even hangen. Je security. Oké, doorlopen, we zijn nu binnen. Dit is echt een EHBO. Ik moet hier nu naar rechts. Oké, doe maar even normaal. Toen waren we binnen. En we hebben onze minibar bij ons. We zijn gewoon binnengekomen. Eén der grootste festival van de Benelux, gewoon van 0 euro, dames en heren. Yes, yes. En vond je dit nou een leuke video? Vergeet er niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. Dan zien we je volgende week gewoon weer met een supercoole aflevering. En als je een wens hebt, als je ook ergens gratis wil binnenkomen, geef ons gewoon even een tweet. Hashtag Giergasten. En dan zien we jou volgende week misschien wel in onze aflevering. Nou boys, camera's uit. We gaan feesten! Yeah.